oké, van deze les vind ik het belangrijk dat je snapt wat de maatschappelijke positie is. Dat is zogenaamd de plaats die je in de samenleving inneemt. Maar dat is een beetje lastig, dat is heel vaag gesteld. Daarom heb ik het proberen uit te leggen aan de hand van dit plaatje hier, wat je ziet met die raven. En je zou eigenlijk die samenleving kunnen zien als een soort van ravenstok of een ladder, waarop mensen staan die heel hoog op die ladder staan en mensen die wat lager op die ladder staan. En je komt hoger op die ladder te staan naarmate je meer geld, macht, kennis, talent of een betere afkomst. En dus dat is zogenaamd die maatschappelijke positie. Dat is eigenlijk dus de plek die je inneemt op die ladder. En hoe hoger, hoe meer status je hebt. John de Mol heeft veel geld, dus staat hoog op die ladder. De burgemeester van Almere heeft veel macht en staat dus hoog op de ladder. De dokter staat ook hoog op de ladder, omdat hij veel kennis heeft. Danny Blind staat ook hoog op de ladder, omdat hij veel talent heeft. En koning Willem-Alexander staat ook hoog, omdat hij simpelweg een goede afkomst heeft. En zo zie je dus dat de plek op de ladder heeft te maken met die vijf dingen die we net hebben gehoord. Je moet ze kennen voor de toets. En je moet ook voorbeelden kunnen noemen van iemand die hoog staat, omdat hij bijvoorbeeld een goede afkomst heeft. Oké, maar hoe kun je dat klimmen op de maatschappelijke ladder? Nou, dat kun je doen door na je VMBO een opleiding te volgen. Dat is één. Twee, je moet doorzetten, dus gewoon volhouden. Ik zelf ben op het VMBO gestart en heb uiteindelijk de universiteit afgerond. Dus zo zie je maar, dat je met doorzetten kun je heel ver komen. En wat ook werkt, is als je goed om kunt gaan met andere mensen. Oftewel, word likable, zorg ervoor dat mensen je mogen. Dat zijn drie dingen waardoor je kunt stijgen op die maatschappelijke ladder. Sociale ongelijkheid, dat betekent dus dat mensen op verschillende plekken op die ladder staan. De een staat hoger, de ander staat lager. Ja, rijkdom, macht en kennis zijn gewoon niet gelijk verdeeld. Maar, zoals we hebben kunnen zien in dit filmpje, kun je wel klimmen op die ladder. Dus je zou bij wijze van spreken onderaan de ladder geboren kunnen worden. En uiteindelijk gedurende je leven zou je kunnen klimmen op die ladder. Dat moest je leren voor deze les.